Tequila. Hasta la pasta en welkom deze wonderlijke villa. Zometeen trakteer ik op een ijskoud pingu-avontuur. Nu eerst leuke kunst bekijken in de studio van Schepper de Schep. Iedere week komen in deze studio kunstenaars live kunst maken. Kunst met een grote K in Schepper de Schep. Welkom bij Schepper de Schep. En daar is Cecile van der Heijden, de eerste artiest van vandaag. Leuk dat jullie allemaal weer kijken trouwens. Cecile is linkshandig, zo te zien. Ziet er altijd een beetje vreemd uit, vind ik. Een beetje ongelukkig. Mooi zuurstokroze gebruikt ze. Behoorlijk zelfverzekerd trouwens, die Cecile. Een hele handige weggooibakjes gebruikt ze. Ik heb ze thuis ook, maar dan voor de soep. Gebruikte haar hele lichaam nu om de ronde vormen aan te brengen. Heel fascinerend om te zien. Het lijkt mij altijd zo moeilijk om te bepalen wanneer een schepping nou echt af is. Want als je te lang doorgaat, dan is het te laat natuurlijk. Cecile gebruikt hele aparte kleurtjes. Een beetje metallic kleurtjes. Cecile gebruikt trouwens weinig make-up, iets dat ik graag mag zien. Ik zie er een soort gezicht in van een clown. Een clown die is overreden door een bus of trein, een intercity. Maar dat is zo mooi, iedereen mag zelf bepalen wat hij erin ziet. Het schilderij wordt opgetild nu en op de ezel gezet. Prachtige reflectie. Hele spiegelende verf, heel fascinerend. Zo is die klaar. Nou, prima gedaan. Schepper. En daar is de volgende schepper alweer. Even kijken, dat is Rob Malas. Of Rob Malas loopt naar de kapstok om zijn jas netjes op te hangen. Dat zie je niet vaak bij artiesten. Ze gooien het meestal gewoon in een hoekje. Trekt er steeds meer uit. Nou, Rob laat zich niet opjagen, zo te zien. Proeft eerst de sfeer een beetje hier bij Schepper de Schep. Nou, de kapstok staat er toch in de weg. En dan maar even opzij. En daar loopt Rob het atelier uit. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Daar zit onze producer. Ben jij een assistent? Ja, dat zou niet even kunnen dragen. Assistent? Nou, dat zal hij niet leuk vinden om assistent genoemd te worden. Maar goed, de schepper gaat voor natuurlijk. Het is sowieso echt niet de bedoeling dat daar wordt gefilmd. Dit is echt achter de schermen. Maar ja, aan de andere kant, dat is misschien juist wel wat leuker als Schepper de Schep. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Gaan we kussen. Je ziet aan zijn hoofd dat de producer zich staat te beheersen. Komen ja, nog. Ik ben klaar. Hij is klaar. Oh, wacht eens eventjes. Ze lopen weer terug naar het atelier met de spulletjes. De appel die wordt ingetypt. Dat zie je niet vaak. We kijken nog steeds naar Rob Malas. Nou, Rob zit lekker in zichzelf te praten. Dat betekent dat hij zich toch op zijn gemak voelt hier. Moet haast wel, want de leeftijd om te demonteren heeft hij natuurlijk nog niet. Even goed kijken. Heel leuk. Kunnen het allemaal zo direct volgen. Worden wat penselen in een krasantje gestoken. Een beetje zonde. Van dat krasantje. Want dan kijk eens even hoe prachtig dat zonlicht instraalt nu. Heel fascinerend. Nou, wat dat moet voorstellen, dat weet ik niet. Een soort pianokruk met een appel en een krasantje op zijn kant. Nou, ik denk dat het af is. Maar Rob zal het toch zelf moeten zeggen. Ik ben klaar. Schepper.
En daar is de derde en laatste kunstenaar. Nadja Karmanikov. Een moeilijke achternaam. Nadja heeft de houten voorwerpen van het huis meegenomen, zo te zien. Die worden een beetje bestekend, beschetst. En het gaat kopje onder. Misschien wel gedoopt om de goden gunstig te scheppen. Het lijkt wel een soort bowling gevallen. Maar dan veel kleiner en breder en korter. Ik wist niet dat je die bowlingkegels ook met de hand kon beschilderen. Er zijn drie verschillende, van de groot naar klein, zag ik. Ik heb zelf ook wel eens gebowld met zo'n hele zware bal. Maar dat valt nog niet mee. Vooral niet als je vergeet om je vingers uit de gaten te trekken nadat je hebt gegooid. We kijken nog steeds naar Nadja Karmanikov. Hele originele bowlingkegels die Nadja hier schept. Maar het lijkt mij dat ze nogal snel beschadigen als je er met zo'n zware bal tegenaan gaat rollen. Bijzonder decoratief. Blaadjes, bloemetjes. Misschien voor de bloemenbowling. Je zou toch denken dat het geen handwerk is, dit. Daar moet een hoop training aan vooraf zijn gegaan. Er komen oogjes in. Ja, het moet niet veel gekker worden nu. Oh, wacht eens even. Zijn dat niet van die houten Russische poppetjes? Die je zo in elkaar kunt schuiven. Van die, Natushka's. Petrushka's. Baluska's. Ik ben eventjes kwijt hoe die poppetjes ook alweer heten. Maar, Petrushka's hoor ik net. Petrushka's, zo heten ze. Prachtig, prachtig. Deze drie samen naast elkaar. Dat is klaar. Tot de volgende week. Naar de Zuidpool om een avontuur te beleven met onze grappige pinguïn. Deze keer gaat hij flink stappen met zijn zus. Hopelijk gaan ze samen niet verdwalen. Een komisch avontuur, bedankt voor het kijken en morgen bij je terug met bijvoorbeeld de grappige klussers Buurman en Buurman. Morgen nog veel meer, maar dat zie je dan wel weer. En dan heb ik hier nog twee zandbakvrienden die wat willen vertellen. Hasta la pasta, tot morgen, tot de volgende file. Morgen zegt en goed gedaan. Tot morgen, tot de volgende file.